Ja, Christian Willet vraagt, zegt, je kan naar Saoedi-Arabië. Laten we het eerst even hierover Zwolle houden. Die voorzet, hij kwam naar je rechter. Ik denk, je kegelt hem zo door het net. Dacht jij dat ook? Ja, ik kwam graag op de volley nemen. Alleen, ik raakte hem verkeerd. En hij gaat over de zijlijn. Ja, hoe vervelend was deze tweede helft? Ja, heel vervelend. Je staat met 10 man en snel kom je 2-0 achter. Daarna 3-0, 4-0. En dan weet je dat de wedstrijd gespeeld is en dan wil je de schade beperken. En dan sta je wel met een vervelend gevoel op het veld. Zo zou je eigenlijk niet willen afsluiten bij Sparta? Ja, ik weet niet of dit mijn laatste wedstrijd is. Ik wil niet over afsluiten praten. Ik heb vandaag gewoon een slechte wedstrijd gespeeld. En dit is iets wat we echt goed moeten gaan bespreken. Alleen dat het beter moet, dat is duidelijk. Ja, het is bekend dat er interesse voor je is, dat je naar Saoedi-Arabië kan. De trainer heeft zich daar ook erg over uitgesproken. Allereerst, hoe concreet is het, denk je, dat je die kant op gaat? Ja, ze hebben een bod neergelegd bij Sparta. Dus het is heel concreet. Ze willen me graag hebben. Persoonlijk ben ik al met hun in principe akkoord. Dus het is tussen de clubs. En kijk, ik ben nu nog speler van Sparta. En ik doe gewoon mijn stinkende best om elke wedstrijd goed te spelen van Sparta. En Sparta weet hoe ik erin sta. Trainer weet hoe ik erin sta. Ik ben daar gewoon eerlijk over. En het is nu aan de clubs om het rond te maken. En als dat niet gebeurt, dan ga ik gewoon mijn best doen. En ik heb nog een contract, dus dan ga ik gewoon mijn best doen. Ja, want die heb je natuurlijk begin dit jaar verlengd. Dan zullen sommige mensen zeggen, waarom wil je dan nu ineens weg? Kan je eens duiden waarom dit voor jou een heel interessante transfer is? Ja, kijk, ik ben gewoon eerlijk. Mensen gaan niet naar Saudi-Arabië om de olie-industrie te kijken of om een stap te maken naar de Champions League daarna. Saudi-Arabië is gewoon eerlijk voor elke speler, alleen financieel aantrekkelijk. En daar doet elke speler het voor. En degene die zegt dat hij daar niet voor doet, die ligt dus. Ja, je bent een van de eerste die daar zo eerlijk voor uitkomt. Dat zie je. Ja, Saudi-Arabië staat niet echt bekend om een stap hoger te maken of iets anders. Het is daar gewoon puur om het geld en om je toekomst veilig te stellen financieel. En dat is ook de enige reden om die kant op te gaan. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Ja, dat zie je dat je dat zegt. Praat je er ook veel over met Haroui? Dat is natuurlijk een andere transfer die misschien aanstaande is. Hij zou naar Groningen kunnen. Hebben jullie daarover? Want hoe Sparta zich opstelt, hoe zo'n periode is? Ja, Haroui is een goede vriend van mij. We praten dagelijks erover. En ik denk dat het voor hem een andere transfer is dan voor mij. Hij is 22, speler van de Jong Oranje. Kan een stap sportief maken. Oh, jij bent ook nog niet bejaard. Nee, 26. Maar ik denk dat zijn stap echt een sportief aspect is. En mijn stap een financieel aspect is. Het zijn twee verschillende dingen. En hij moet. Ik vind ook dat hij een stap hoger kan maken. Alleen hij heeft een contract en de club bepaalt uiteindelijk voor hoeveel je weggaat. Alleen, ik gun hem het beste. Ik gun alle spelers het beste. Alleen op dit moment is Sparta het belangrijkste. En wat we vandaag hebben laten zien. Dat is niet best. En wij willen denk ik ook geen zinkend schip verlaten. Nee, 26 jaar en dan al je financieel klaarspelen. Dat klinkt aan de ene kant heel trek. Ik vind het ook vrij jong. Waarom wil je dan nu al zeg maar je financieel onafhankelijk gaan spelen? Sommige kansen komen niet vaak. En ik heb nu twee goede seizoenen gehad bij Sparta. Eén weliswaar in de keukenkampioendivisie, wat niet echt. Voor mij niet geteld. En afgelopen jaar in de Eredivisie toch topscorer geworden bij Sparta als middenvelder. En daar heb je ook de interesse aan te danken. En als je op deze leeftijd een aanbod krijgt waarbij ik zou niet zeggen hoeveel keer meer je kan gaan verdienen, dan is het voor elke speler moeilijk om nee te zeggen. En ik ben er gewoon heel eerlijk over. Het is gewoon heel aantrekkelijk. En als je straks stopt met voetbal en je weet dat je misschien nooit meer hoeft te werken en je familie veilig kan stellen en je financieel veilig kan stellen. Ik denk dat elke speler dat zou doen. Ik denk als Fox Sports Saudi-Arabië jou 10 keer meer biedt, dat je ook die kant op gaat, denk ik. Ja, alleen spreek ik niet zo goed Arabisch. En jij kan wel voetballen met je Nederlandse voetbalkwaliteiten daar. Ik gun het je als je het zo graag wilt. Succes ermee. Dankjewel.